De olie- en gasindustrie zal, zoals de verwachting is, daadwerkelijk meer dollars op de markt brengen. Maar dat is pas over minimaal 4 jaren. Dus, zegt econoom Winston Ramotarsingh, dat we niet kunnen blijven dromen over de oliedollars die we gaan verdienen. In plaats daarvan moet er gekeken worden hoe we op korte termijn meer dollars kunnen verdienen om de schaarste op te heffen. In de samenleving leeft het idee dat het een eis van het IMF is om de koers naar 1 op 30 te brengen. Volgens Ramotarsingh is dat een sprookje. Nee, IMF dicteert geen koers. Sterker nog, IMF heeft geen belang erbij. Als wij een rotzooi van ons land willen maken, en een IMF of viering, en een IMF of, als wij het goed doen, heeft IMF ook geen voordeel. IMF moet zorgen dat Suriname in het gareel komt, zodat we ons aan onze verplichtingen kunnen houden. Dat is hun taak. En dat gaan ze proberen te doen. Alleen ze hebben geen pistool om te houden voor onze politici om de juiste dingen te doen. Want we hebben een mooi herstelplan, we hebben akkoord met IMF. Maar we doen niet wat we zeggen dat we gaan doen. We halen dat geld niet in de goudsector, terwijl we 7,5% belasting zouden gaan halen in het binnenland. De vorige week bepaalde de regering dat de retentieregeling voor vreemde valuta niet langer alleen voor de goudsector geldt. Deze regeling maakt het mogelijk dat exporteurs alle valuta via lokale banken terug in het land moeten brengen. 35% van alle exportvaluta wordt beschikbaar gesteld voor de lokale banken. De inkomsten uit de diverse sectoren zullen hierdoor direct beschikbaar zijn voor het bankwezen. Ramotarsingh zegt dat een retentieregeling op zich wel kan werken, echter kan er ook misbruik van worden gemaakt. Wat men vaak wel doet, en dat is een misbruik van die regeling, is dat men twee verschillende koersen wil aanhouden. Men wil je retentiedollars tegen een lagere koers opkopen bij jou. En daardoor zijn de bedrijven die moeten afdragen op nadeel gesteld. Terwijl die bedrijven hun input moeten inkopen tegen de werkelijke koers. Dus als er één koers is, is er niks verkeerd aan het afdragen van je dollars. Want je hebt toch lokale aankopen. Dus het is niks verkeerd aan een retentie. Alleen, er moet wel één koers zijn. In een persbericht laat het CDS weten dat het ministerie van Financiën en Planning gisteren afspraken heeft gemaakt met de oliemaatschappijen en importeurs van medicamenten en noodzakelijke basisgoederen. Aan deze sectoren is aangegeven dat er voldoende dollars beschikbaar worden gesteld voor importen. Volgens het persbericht heeft deze methode in het verleden gewerkt en het vertrouwen is dat deze maatregel zal leiden tot stabiliteit op de markt.